Imke van Dijk van S-Art Foundation. We staan hier in het energiepark met een hele bijzondere tentoonstelling. Waar kijken we hier naar? We kijken naar een buitententoonstelling. We hebben die ook speciaal bedacht om het ook in coronatijden te kunnen echt kunst te kunnen brengen. En normaal ga je een ruimte in om dan iets te zien. En nu hebben we heel veel projecties van binnen naar buiten laten schijnen. Dus we projecteren op de ramen, zodat je eigenlijk van buitenaf kunstvideo's kan zien. En er zijn ook lichtprojecties. En ook een lichtprojectie die interactief is. Dus waar je eigen contour zichtbaar wordt op de gevel. En waar je dus mee kan spelen. Omdat je ook nog verdubbeld wordt. Dus het is een route rond de lichtfabriek. Waarbij je veel verschillende soort licht kunst kan zien. Het gebied heeft al sfeer, maar het werkt wel heel versterkend dat er ook licht kunst te zien is. En ook hele onverwachte dingen ga je zien. Het gaat echt over verwondering en dat is ook het onverwachte. Zoals dat er een schoonzwemster achter de ramen langs zwemt. Dat zijn dingen die je niet verwacht en wat eigenlijk ook de fantasie en de nieuwsgierigheid prikkelen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat is ook de link met Leiden 2022. Elke dag nieuwsgierig. Dus je te laten prikkelen van echt die verwondering aan te wakkeren. Het is nog deze hele maand, hè, februari. Ja, de hele maand februari. En dan is het Papegaaise Bolwerk, dat is de oude watergasfabriek, open donderdag, vrijdag en zaterdag. Van 8 tot 10. En vrijdag gaan we open om al vanaf 6 uur. Maar het wordt zo'n beetje donker het begint donker te worden rond die tijd. Dus of 6:30 is een mooie tijd om ook nog met jonge kinderen te komen kijken. Want die vinden dat echt superleuk. Hebben we al gemerkt. Maar als je speciaal komt, kom dan vooral donderdag, vrijdag of zaterdag.